invoeren van sneltesten, zodat studenten weer naar de campus toe kunnen. Dat testen, het is echt niet leuk. Ik heb het zelf één keer moeten doen. Maar als het nodig is om weer naar de campus te mogen, dan zeg ik ja, waarom niet? Nou, ik hoop dat ook sneltesten ingezet gaan worden. Samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen gaan we ook pilots doen de komende periode. Althans, dat hopen we als alles helemaal goed voor elkaar komt. En dan kunnen we met sneltesten een veiligere situatie creëren. We willen eigenlijk dat er weer gewoon een beetje structuur en een beetje visie voor studenten wordt geleverd. En al is het met een college dan van 10 man fysiek of in een park of ergens in een zaal, dat maakt niet uit. Maar als die structuur maar een beetje terugkomt. Ik denk dat we net samen met de avondklok op één staan als volgende stap die gezet gaat worden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten elkaar weer zien. Ik denk dat als wij de maatregelen nemen zoals we dat deden, dat dat heel veilig kan. Dus ik roep echt op dat mee te wegen in de afweging. We hebben als universiteiten gezegd, dan willen we open zonder 1,5 meter, zodat alle studenten weer naar de campus komen.